Macon, gaat alles goed? Ja, ik vind het leuk. Wat doe je? Gast, doe normaal. Holy shit, dat stuurbrak af. Kom snel, kom snel. Oh. Nee, nee, niet gooien. Niet gooien, daar gaat hij eruit in. Nee, niet die kant. Andere kant, alle. Job, hij stopt. Rennen. En de gemeente is dus gebeld. En die zit achter ons aan. We hadden niet weg moeten rennen, ouwe. Ja. Ik zei al tegen jou, dat kunnen we niet doen. Maar jij zei ren, jij was al voor me. Die kant gooien, anders kom op, word ik graag. Oh my god! Hij is ontploft! Yo kijkers van Doe Maar Gamen! Awesome dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Ik kan momenteel niet al te hard praten, want geloof het of niet, maar het is momenteel letterlijk 2:50 s'nachts. En de reden waarom ik deze vlog nu pas begin, is omdat ik namelijk de hele dag bezig ben geweest met plannen. Dit klinkt misschien heel erg raar, Job van Doe Maar Gamen die iets plant, maar ik moest wel, want jongens en meisjes, dit weekend ga ik namelijk naar Antwerpen toe met een hele goede vriend van mij. Ik ben dus het hele weekend niet thuis bij mijn setup. En dat betekent dus dat ik van tevoren aardig wat video's had moeten inplannen. Ik heb dus ook nu letterlijk 9 video's ingepland. 3 video's voor vandaag, oftewel vrijdag. 3 video's voor morgen, oftewel zaterdag. En ook nog eens 3 video's voor zondag. Dat heeft ongelooflijk veel tijd gekost de afgelopen dagen. Ik heb daarentegen vakantie, dus dat scheelt. Maar ik heb aardig wat tijd erin moeten steken om al die video's voor uit te werken. Maar boeia, het is gelukt. En dat is nice. Want jongens en meisjes, ik ga dit weekend dus naar Antwerpen toe. Nu vragen jullie je misschien af, Job, je gaat naar Antwerpen toe. Wat de fuck ga je in Antwerpen doen? Zoals jullie misschien wel weten, ben ik een tijdje geleden samen met Makan en Ben, 2 goede vrienden van mij, naar Centerparks geweest. We hebben het daar heel erg naar ons zin gehad. En daarom leek het mij een heel erg leuk idee om het laatste weekend van de vakantie, oftewel dit weekend, want na dit weekend moet ik weer naar school, hashtag kutleven. Ik heb er super veel zin in, jongens en meisjes. Ik praat ook alweer veel te lang door. Ik zal jullie even laten zien wat voor tering bende mijn kamer is, want dat is echt insane. Hier ligt gewoon letterlijk mijn hele kledingkast op 1 grote hoop in mijn kamer. Vraag me niet hoe dat kan, maar ik wou wat kleding uitzoeken die ik mee wou nemen naar Antwerpen. Dus wat deed ik? Ik had mijn hele klerenkast leeggehaald. Ik flikkerde alle kleding op het bed. Ik pakte 2 shirts en alle andere 20 shirts die heb ik op de grond gegooid. Super slim, Job. Ja, in ieder geval guys, ik ga nu ook stoppen met vloggen en ik ga denk ik zo meteen maar lekker mijn bed in. Dan ga ik een paar uurtjes slapen en dan begin ik net een nieuwe dag waar ik super, super, super veel zin in heb. Ik ga zo meteen lekker slapen. En ik hoop dat jullie gaan genieten van mijn avonturen in Antwerpen. Yeah! Oké, guys. Het is momenteel 7:15 ochtends. Ik heb echt iets van 2,5 uur geslapen. Ik kon gewoon niet slapen gisteren. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik was gewoon chill in bed aan het liggen. En ik denk van, ik ga nu echt gewoon lekker slapen. Alleen op een of andere manier kon ik gewoon niet in slaap komen. Ik ben wakker, ik ga douchen. En daarna ga ik naar het station toe om Makan op te halen. Zodat we zo snel mogelijk naar Antwerpen toe kunnen gaan. Ik ben echt super moe, maar let's go. Oké, guys. Ik fiets momenteel naar het station toe, waar als het goed is Makan over enkele minuten zal zijn. Het zou natuurlijk echt super fucked up zijn als een trein vertraging zou hebben, want dan zou ik namelijk voor niets op het station staan. Van ja, voor niets, ik moet hem natuurlijk uiteindelijk toch gaan ophalen. Moet daarentegen een klein beetje uitkijken met waar ik fiets, want holy shit jongens en meisjes. Oh, ik ga nu een bocht maken, dit gaat sowieso verkeerd. Oh, dat is net goed gegaan. Want holy shit jongens en meisjes, wat is het lastig om te fietsen en te vloggen tegelijk. En ik hoor een motor. What the fuck? Er zit daar zo'n kerel met een bladblazer, weet je wel. En ik deed heel snel mijn vlogcamera weg, want ik dacht ik kon echt ziek hard de motor aanrijden, weet je wel. Die gewoon echt totaal geen gedachte bij de weg heeft. En die gewoon denkt, YOLO. Maar schijnbaar was dat gewoon iemand met een bladblazer. In ieder geval, guys, ik fiets nog steeds richting het station. Zoveel is er niet veranderd in de tijd dat ik mijn camera naar beneden deed, omdat ik bang was voor een motor. Ik moet zeggen, het is wel eens een keer chill om weer zo vroeg op te staan. Ik heb de hele vakantie, ben ik 12 uur 's middags mijn bed uitgekomen. En nu ben ik 1 keer, ben ik vroeg opgestaan. Nou, ik heb het ook 1 keer eerder gedaan in de vakantie. Dat was 6:30. Dat was nog erger. Maar nu ben ik dus 8 uur opgestaan. En het voelt eigenlijk best wel heel chill. Ik bedoel, je hebt letterlijk nog de hele dag voor je liggen. Dus een kleine tip van mij naar jullie. Als het vakantie is, ik weet het natuurlijk, uitslapen is super chill. Maar probeer gewoon eens voor de grap 1 of 2 keer iets vroeger op te staan. Dan heb je een extra lange dag en dan kun je super veel toffe dingen in doen. Dus guys, ik fiets naar het station toe en ik check jullie wanneer ik bij Makan ben.
Oké, guys, ik ben momenteel aangekomen op het station. En zoals jullie hier achter mij kunnen zien, heb jij ooit een fiets nodig? Dan ben je hier op de juiste plek, denk ik. Eén ding, en dat is altijd mijn allergrootste struggle met het openbaar vervoer. Ik fiets namelijk altijd naar het station toe. En wat ik dan meestal doe, is uit alle enthousiasme flikker ik mijn fiets dan ergens neer. Soms laat ik de sleutel er zelfs in, maar dat is natuurlijk echt super dom. Dat doe ik de afgelopen tijd niet meer trouwens hoor. Voordat jullie je denken van, what the fuck, een fiets met de sleutel erin op het station. Job, what the fuck, wil je dat je spullen gestolen worden? Eén keer gebeurt en dat zal niet weer gebeuren. Maar ik ga dus nu mijn fiets op een plek neerzetten die ik ga onthouden. Want ik zet mijn fiets altijd op zo'n typische plek neer op het station, dat ik hem gewoon niet meer terug kan vinden wanneer ik terug ben van de plek waar ik naartoe ben gegaan. Dus ik zet hem, denk ik, ik zet hem hier neer. Dat vind ik wel een mooi plekje zo. Nou, bij deze. Nou, ik heb deze hele mooie mannelijke sleutel bij de hand. Ik heb ook gewoon legit nog steeds nagellak op, jongens en meisjes. Dit is zo erg. Mensen die gaan echt op het fucking station denken van, wat is er met hem aan de hand? Hij loopt met zo'n sleutel, met nagellak. Alleen lippenstift en eyeliner ontbreekt nog. Dan was ik gewoon helemaal compleet geweest. In ieder geval, ik hoop dat Makan er is. Hij had in ieder geval verteld tegen me dat hij wel zou komen. Dus dat moet goed zitten. Let's go. Waarom gaan mijn veters altijd op de meest ongelegen momenten los? Fuck jullie veters. Fuck jullie met jullie hele veterige generatie. En iedereen staat me aan te kijken van, what the fuck? Want ik steek namelijk mijn middelvinger op naar een schoen. Daar is hij, jongens en meisjes. Het is geen wilde Pokémon, maar het is een wilde Makan. Niet springen, Makan. Doe het niet, man. Nog veel te veel broodjes kebab om voor te leven. Zie hem zoeken. Nou, kom jongen, we moeten gaan. Antwerpen wacht op ons. Oké, nou, zoals jullie kunnen zien, Makan die is gearriveerd hier op het station. Dat betekent dat wij binnen enkele ogenblikken eindelijk naar Antwerpen toe kunnen gaan. En iedereen kijkt me aan zo van, waarom prat je tegen camera? Maar is gewoon leuk, weet je. Makan, jongen. Alles goed. Ja, het is super lang geleden, man. We hebben elkaar al maanden niet gezien gewoon. Of niet. Of niet. Ja, dat valt hartstikke mee. De laatste keer dat we elkaar zagen, dat was samen met Ben in het weekendje Center Parks. Dat is geloof ik inmiddels 2 weekjes geleden. En nu gaan we gewoon weer naar fucking Antwerpen. Dus het gaat super gezellig worden. Ik probeer jullie, zoals ik al zei, mee te nemen op het avontuur. En oh ja, ik moet je wat zeggen, ouwe. Ik ben eens even wezen kijken en ik heb hem al verteld aan de telefoon. Want er zijn wat probleempjes. Ik ging even kijken en we kunnen pas om 3 uur inchecken. Nou, wij hebben het er wel over, jongens en meisjes. Blijf vooral kijken. Tot zo. Makan. Ja? Ik zie hier de meest mooie auto van 2015. Het is een Jumbo-wagen. Zou ik erin kunnen? Ik ga proberen erin te gaan. De mensen hier gaan het echt fucked up vinden, maar ik ga het gewoon proberen. Nou, jongens en meisjes, ik zit hier in mijn nieuwe Lamborghini. Ik heb er heel hard voor gewerkt. Oh, wil je erbij? Oh, dit zit echt niet comfortabel. Het is 2 persoons, hè? Dit zit niet chill. Nee, fuck dit, man. Makan, gaat alles goed? Ja, ik vind het leuk. Wat doe je? Gast, doe normaal. Oh, je ziet dat stuurbrak af. Kom snel, kom snel. Kom snel, die gasten kijken. Die gasten kijken. Kom eruit, gast. Kom eruit. Oh, die mensen zitten ons echt aan te kijken. Wat de fuck ze nu aan doen? Gaat ie? Hé, we moeten nu wat kopen, man. Die gast die kijkt me ziek boos aan daar. Die gast die kijkt echt ziek boos naar ons. Ik heb zo'n idee dat we hier weg moeten gaan of dat we nu wat moeten kopen. Zullen we gewoon naar binnen lopen? Ik kijk, zeg wat risico zeggen? Nemen. Ja, oké, let's go. Oké, ik trek even mijn broek omhoog. Oké, daar gaan we. Oké, Makan die is letterlijk 5 minuten met mij in de winkel en nu hebben we alles al kapot gemaakt. Oké, de kans is heel groot dat we er nu uitgezet worden, maar we lopen gewoon naar binnen. Net of het geen camera is. Dit is een voetbal. En we gaan FIFA 16 spelen in de Jumbo. Nou, we zijn binnen, jongens. Maar dit voelt echt gewoon inbreken in een verlaten Jumbo. Je loopt langs de manager en je zegt, we gaan FIFA spelen in. Dus ze kijkt jou aan van, waar is die bal? Ze denkt serieus over, nou, je gaat FIFA spelen. Ga je dat doen? Oké, we weten niet eens waarom we in de Jumbo zijn. Alleen, we vinden het nog net iets te vroeg om naar Antwerpen te gaan. We zijn echt sukkels. Dan spreken we zo vroeg af. Maar dan willen we nog niet naar Antwerpen toe gaan. Dus wat gaan we dan doen? Gaan we hier gewoon een beetje rondkijken? Stop je arm erin. Ik kom ook zo erg. Nee, doe dat maar niet, ouwe. Straks zit je hoofd vast. Kan dat? Waarom wil je altijd alles overal instoppen? Dat is hetzelfde dat als ik alles in mijn mond stop. Weet je, dit is gewoon geen handig idee. Ik weet nu al dat dit voorkomen verkeerd gaat. Is hier niet wat leuks wat we kunnen kopen om in de vlog te gebruiken? Zoals cinnamon of zo. Cinnamon? Cinnamon was wel echt een drama. De laatste keer dat wij de cinnamon challenge hadden gedaan was in Center Parks. En het hele appartement was naar de kloten. We kunnen ook insecten kopen. Insecten? Zou je die hier te koop hebben? Ja, waarom niet? Insecten? Ja. Verkopen ze die bij de fucking Jumbo? Dat is de nieuwe vlees van 2020. Ik moet zeggen, insecten smaken niet heel verkeerd. Alleen het idee dat je insecten eet, in samenstelling met de structuur van die oogjes en zo, bleh, is niet chill. Aanschouw de meest epische ballonnen van 2015. De Jumbo ballonnen. Makan, alles goed? Kijk wat voor mooie ballonnen ik heb. Wordt er ook één? Echt waar? Twee. Ik weet niet of dat wel mag hoor. Zijn die allemaal voor jou bedoeld? Ik ga Makan ongemakkelijk maken. Hé, Makan. Ja. Hé, Makan. Hoe gaat ie met je? Het is best wel gênant, weet je. Dit is niet gênant, dit is leuk. Hier, neem eens een kusje. Dat is een kusje. Neem eens een kusje.
Oké, guys, wij hebben iets gekocht en daar willen we graag wat grappigs mee proberen. Ik heb het ooit gezien op een YouTube video. Wij hebben namelijk 3 flesjes met hele goedkope cola in samenstelling met Mentos. En wat wij dus gaan doen is wij gaan zo direct 1 van die flesjes opendraaien van cola. We gooien daar ziek veel Mentos in, we doen het flesje dicht, we gaan super hard schudden. En dan gooien we het flesje met volle kracht op de grond. En als het goed is, gaat dat flesje dan echt super hard exploderen. Of hij schiet zichzelf in de lucht, in ieder geval iets super episch. Dus dat gaan we doen. Dat allemaal auto's zijn. Ja, maar ik wou dat net zeggen, weet je, kijk, ik zie hier achter mij. Kijk, stel of hij vliegt een ruit van de winkel door, dan zijn we echt op je neut. Dus we gaan nu wel wat doen, jongens en meisjes, wat niet handig is om thuis na te doen. Tenzij je dus echt op een groot oppervlak zit, zonder breekbare dingen. Je moet niet zeggen, doe dat thuis at home en dan ook nog. Ja, nee, maar ik bedoel, stel voor je doet het, hè, want er zijn mensen die het misschien toch willen doen. Doe het dan niet met allemaal auto's erbij en zo. Laten we het gewoon gaan proberen. We doen het letterlijk naast de winkel waar we het gekocht hebben, oftewel de Jumbo. Oh, check it. Episite. Nee. Oké, wat we dus nu gaan doen is, we gaan nu eens even kijken of het werkt. Ik geef jou de camera. Oké, guys, als jullie kunnen zien, 3 flesjes met hele goedkope cola. We hebben hier dus de Mentos en ik hoop dat dit goed gaat komen. Je beseft wel dat hier... Oh, dat deed echt oprecht pijn. Er valt gewoon een fucking 0,5 liter flesje cola op meteen. Jongens, kijk om je heen. Kijk dit. Dit is glas. We moeten echt goed uitkijken met wat we doen. Even serieus, ouwe. Als die door die ruit komt, dan hebben wij echt een probleem, hè? Ja, maar de kans is... Ik weet niet eens of dit werkt, hè? Want ik geloof dat het op deze manier moet. En als van het ergste... Ik zie heel random dat flesje daar wegrollen. Oké, guys. Daar gaan we. Oude auto's. Je weet wel dat het onderdeel van vandalisme is, hè? Ja, maar ja... Nee, maar kom op. Ik bedoel... Oké, jongens, dat was de video. Je bent een beetje vies. Nee. Nee, ouwe. Ik ga op afstand. Op de... Au. Nee, niet gooi, daar gaat hij eruit in. Nee, niet die kant. Andere kant, Hey, dat viel mee, man. Nou, in ieder geval, het is natuurlijk heel belangrijk. Busje van de gemeente, gemeentebusje. Dit is afval wat je niet hebt gedaan, hè. Je moet het nu opruimen als de gemeente dit ziet. Job, hij stopt. Rennen. Hij stopt. Hij stapt uit de auto. Lopen. Ja, wat lopen? Je lekt, man. Ja, weet ik. Fuck dat, ouwe. Ja, kom. Rennen. Oké, guys, er zit dus iemand van de gemeente achter ons aan. En hij is naar ons aan het roepen. Ik hoop dat jullie hem op de achtergrond kunnen zien. Oh shit, hij loopt naar ons toe. Kut, wat moeten we doen? Nee, gast, we kunnen niet wegrennen. Hij loopt naar ons toe. Gast, gaan we rennen of niet? Gaan we rennen? Nu, rennen. Gewoon rennen. Oké, hij roept. Gaan we doen? Nee, gast, dit is dom. Hij zit achter ons aan. Rennen. Oh mijn god, er zit gewoon iemand van de gemeente achter ons aan en we rennen gewoon weg. Oh shit. We zitten zo in de problemen. Hij zit achter ons aan, guys. Hij zit nog steeds achter ons aan, dat kan niet anders. Gast, dit was geen handig idee om weg te rennen. Dit was heel dom. Dit was heel erg dom. We hadden niet weg moeten rennen. Voor de mensen die niet weten wat er gebeurde, we waren dus met die flesjes aan het kloten. En schijnbaar is de gemeente gebeld. Die kwam er dus aan. Hij loopt daar nog. Hij loopt daar sowieso nog. Hij zit achter ons aan. Ga rechts. Gast. En de gemeente is dus gebeld. En die zit achter ons aan. We hadden niet weg moeten rennen, ouwe. Ja. Ik zei al tegen jou, dat kunnen we niet doen. Maar jij zei ren. Jij was al voor me. Maar kijk, ik mag dat. Ik moet wegrennen. Hoezo? Kom niet met een kutreden nu, gast. Nee, dat was echt heel dom. We hadden niet weg moeten rennen. Gast, maar waarom loop je dan ook voor me uit en ren je weg? Ik zei nog tegen je, wacht. Ja, wat? Ik moet iemand... En wat is dit nou allemaal? Ja, maar dan hadden we een excuus kunnen maken. Wat? Nu denkt hij dat we iets ergs hebben gedaan, omdat we weg waren gerend. Maar nu kunnen ze de politie bellen. Natuurlijk wel, want de gemeente is ingelicht. De gemeente die komt kijken wat er aan de hand is. Wij rennen weg, alsof we iets heel ergs hebben gedaan. Is totaal niet zo, we hebben alleen een beetje met cola gekloot. Maar omdat we wegrennen, dat is de reden waarom ik tegen zijn maak aan wacht. We moeten gewoon blijven. Maar hij begon te schreeuwen. En we hadden al een stukje gerend, dus hij dacht al... Hij floot en ging achter ons aan rennen. Nee, gast, ik vertrouw dit niet, man. Ik loop verder. Ik vertrouw dit absoluut niet. Ik wou net zeggen, hij heeft een busje. Hij gaat ons sowieso vinden. Oh, hoe kan het? We zijn nog niet eens in Antwerpen. We zijn letterlijk een half uurtje bij elkaar maken. En alles is al helemaal gewoon in de problemen. Oké, we gaan heel zachtjes praten, jongens, meisjes. Hoor je dat? Nee, maar gast. Maar weet je wat het probleem is? Eigenlijk hebben we niks ergs gedaan. Alleen dat wegrennen, dat is gewoon dom. Als we keken hem letterlijk aan, hij keek ons aan. Ja, en we renden weg. Maar ik dacht sinds dat hij naar de Jumbo ging. Ik zei nog tegen jou, nee, niks aan de hand, gaat naar de Jumbo. Maar de gemeentebusje stopt midden op de parkeerplaats, stapt uit om een blikje cola te halen. I don't know, man. Oké, ik ben echt super bang. We zijn zo de lul. Oké, guys. Nou, wij gaan gewoon verder met ons avontuur. Nogmaals, kom jij ooit in dit scenario, ren niet weg. Is super dom. Ik ga niet maken aan de schuld geven. Ik rende net zo goed mee. Guys, wij gaan verder. In de hoop dat dit niet verkeerd gaat aflopen, want we zijn denk ik allebei heel bang. Want als de politie wordt gebeld voor zoiets stoms. Ik bedoel, cola morsen op de openbare weg zo dom zijn. Maar ja, dat wegrennen, dat mag niet. Wij gaan door met ons avontuur. Hey, dit was echt heel erg dom, hè? Dit was serieus heel dom, want hij zit nog steeds achter ons aan op dit moment. Nee, maar gast, even heel serieus. Hij gaat sowieso de politie inlichten, want we renden weg. En kijk wat voor tas je bij je hebt. Ze gaan dit echt wantrouwen, maar dit was echt het domste wat we hadden kunnen doen. Oké, guys, het is wel weer duidelijk dat ik echt een gekkie ben. Want zojuist zat dus de gemeente achter ons aan, die waarschijnlijk de politie had gebeld. En momenteel zijn wij op een pleintje, zoals jullie achter ons kunnen zien, met een voetbalveldje erbij. En wij hebben nog 2 flessen cola en een paar rollen Mentos over.
Jullie kunnen het waarschijnlijk al raden. We gaan alsnog even de Cola Mentos Challenge doen hier. Het is natuurlijk echt super dom dat we dit doen. Ik bedoel, net kwam de gemeente al achter ons aan. En we zijn zojuist bijna opgepakt als het ware. Nog steeds, why the fuck rende ik weg? Super stom natuurlijk. Ik had gewoon netjes moeten stoppen. Door die man die doet ook gewoon zijn werk. Die krijgt waarschijnlijk een melding binnen van, joh, er zitten hier twee jongens. Die zitten de boel te vernielen of zo. Wat niet waar was daarentegen. Want even voor de duidelijkheid. Het enige wat we deden is we hadden een paar cola flesjes. En we waren een beetje aan het kloten. Het domme was gewoon dat we het deden op een parkeerplaats. Waar iedereen het kon zien. Nou, nu zijn we dus op een ander plekje. Een plekje waar het waarschijnlijk wel kan. Kijk eens aan, jongens en meisjes. Een heel mooi, nou, pleintje kun je het wel noemen. Met van die basketbalkorven. Oh, Maak kan niet zijn tas vergeten. Hoi, hoi. Nou, cool. We hebben gewoon een live audience. Die waarschijnlijk de crossbar challenge gaan doen. Oh, ze hebben allemaal drinken erop staan. Die gaan ze er waarschijnlijk af proberen te schieten. Oké, guys. We gaan het dus nog een keer proberen. Hopelijk komt de gemeente niet. Dan zijn we echt een lul. Maar dan rennen we niet weg, oké, Maken? Alsof ik een granaat openmaak. Oké, daar gaat ie. Leg het, zet het op de grond en plop alles erin. Ploppen. En dan hoop ik snel genoeg te zijn. Plop. Plop erin. Plop. Oh. Dicht. Oh, dit ga ik klaar. Nee, niet naar mij. Nee, die kant gooien. Anders kom op, ook graag. Oh my god. Hij is ontploft. Die, nee, niet dat. Don't fuck with the gekke squad. We gaan het voetballen tegen deze jongeman, tegen Jarnik. Nou, let's go. Ik ben niet zo heel goed in voetbal, maar ga het proberen. Hey, ken die skills. Ken die skills. Jongens, de Lionel Messi. Shit. Oh. Hakan, we gaan geen vieze blaadjes kopen, hè? Misschien. Is niet de bedoeling. We gaan een broodje en wat drinken halen, ouwe. Ze hebben hem niet. Ze hebben hem niet? Wat is hem? Wetenschap, magazine. Het wetenschap? Wat voor wetenschap? Hormonen. Hormonen, sowieso. Dat klinkt heel interessant. In ieder geval, guys, wij staan momenteel in de kiosk. En wat gaan we doen? We gaan een... broodje eten. Een broodje eten, want ik heb nog niet ontbeten. En het is momenteel 10 uur. Ik werd 7 uur wakker. Dus het is op zich wel tijd voor een ontbijtje. En ik zit helemaal onder de kolen, man. Ik plak echt als een man. Dat is serieus niet normaal. Ik ook. Dus wat gaan we doen? We gaan een broodje halen. We gaan drinken halen. En wanneer gaat onze trein? Over een half uurtje ongeveer? Ja, waarschijnlijk wel. Dus hopelijk komen wij heel huids aan in Antwerpen. Ik heb er vertrouwen in. Let's do this. Bam. Oké, onze meisjes, we hebben een top ontbijtje voor onszelf geregeld. Ja, een heerlijk broodje met gehakt. Ook buiten filmen? Oh, ik mag niet filmen. Nee, dat mag niet. Nou, dan film ik toch lekker buiten. Holy shit, jongens en meisjes. We waren dus net in de kiosk. En we zijn echt de meest asociale werknemer ooit tegengekomen. Wij waren gewoon rustig bij die broodjes aan het kijken van welk broodje we wouden. We pakken één broodje vast en we zeggen van, is deze lekker? En in één keer die vrouw, ja, je kunt niet zomaar dingen gaan aanraken die je niet koopt. Dat is asociaal. Maar ja, we hebben in ieder geval wat lekkers. Wat hebben we? Het lijkt op worst. Niet zo zoomen, hou. Oh. Dus we hebben een broodje, nee, is gehakt, man. We hebben een broodje gehakt met wat Red Bull. En dat gaan we eten. En daarna gaan we naar Antwerpen. De officiële packopening van een broodje gehakt met Makan. Oh mijn god, hij rukt het plastic eraf alsof hij een vrouw uitkleedt. Met hele grote ronde uitstekende handen. Nou, neem een sexy hap. Ham, lekker man. Lekker broodje gehakt voor deze man. Oh, what the fuck is dat? Godverdomme, wat is dat, ouwe? Is het lekker? Nou, neem even nog één smikkel bierhapje. Nog steeds kan ik niet geloven hoe asociaal die vrouw was in de kiosk daar. Het is echt niet normaal. We raken één broodje aan. Het eerste wat ze zegt is, hey, niet aanraken. Alsof we een broodje aan het verkrachten zijn of zo. Ik weet het niet. In ieder geval, ik ga het benutten. Super lekker, super leuk. Thumbs up. Jojo. Ik ben hond. Oh mijn god, jongens en meisjes, wij zijn zo slecht. Als allereerst, hij heeft echt een broodje vast alsof hij een fucking pokebal weer wilt gaan gooien. Vervolgens willen we het kaartje voor Antwerpen kopen. Staat hier in één keer hond. Hoe jij dat ook zegt. Ik klik dat menu aan, ik hoor in één keer naast me, we zijn hond. Oké, jongens en meisjes, ons avontuur gaat echt gewoon fucked up tot nu toe. Makan, ik koop een broodje voor hem, hij propt hem in zijn mond, hij kotst hem uit, hij eet hem rustig op met zijn pink uitstekend. Ik weet het ook niet. Dat is manieren in het Engels. Dat is manieren. Nou, ik ga een kaartje kopen. Ik heb geen idee wat er allemaal aan het gebeuren is. Superleuk, let's go. In de trein. Yay! Zijn jullie nou benieuwd naar onze epische reis richting Antwerpen? En natuurlijk alles wat wij in Antwerpen meemaken, waaronder een ernstige ruzie in het hotel? Ja, nee, maar ik weet wat er gebeurt. Ja, ik ben gewoon een. Ja, is goed. Ja, ik weet niet. Maar meneer zei, ik moet één iemand, dus hij zei niet, ik moet van allebei de ogen. Laat dan massaal dat blauwe duimpje omhoog achter als je het vervolg wilt zien. Guys, bedankt voor het kijken van deze vlog. En tot de volgende keer. Later, mensen.